Alright, we staan vandaag opnieuw in Mechelen. We gaan eens kijken wie dat er spontaan voor onze camera wil komen springen. Ja, dat klopt. En we hebben een prachtige dag vooruit gekozen. Dus dat is wel leuk. Eerste vraag. De tanden van welk dier zijn het sterkste ter wereld? Een nijlpaard of zo. Ik was aan een leeuw of zo aan het denken. Nee, maar een nijlpaard klinkt misschien logischer. Oei, dat gaat echt dom zijn. Oei. Dan moet jij niet antwoorden. Ik zou denken een olifant of zo. Een haai of zo. Nee, een leeuw of een haai, denk ik. Geen idee. Een leeuw, pakt. Ja, een leeuw. Nee, wacht. Een haai. Oei. Tijger. Neushoorn. Ik zou zeggen een nijlpaard. Ja. Olifant. Het is een zeeslak. Een zeeslak. En die tanden staan ook op hun tong trouwens. Ze hebben dan nodig om ze over de rotsen te schuren om daar hun voedsel van af te halen. Ja, dat is het sterkste biologisch materiaal ter wereld. Sterker nog dan spinnenrag. Spinnenzeil. Ja. Yes, yes, yes. Volgende vraag. Hoeveel speeksel produceer je per dag? Dat was echt heel veel. Amai. Ah, dat is wel veel. Liters, hè? Ja. Liter? Kan dat? Ik denk meer zelfs. 3500 of zo. Nee, dat kan niet. Dus Een miljoen liter speeksel. Ja. Of een miljard. 8 liter. Ja, 8 liter. Ik zou zeggen 1,5 liter. Ja, 1,5-2 liter. 1,5 liter of zo? Of is dat overdreven? 5 liter. Hij slikt dat direct in, hè? Ja. 8? Nee, doe 10. 10 dan, oké. Oké, 10. Alright. Ik ben heel benieuwd hoe dat er in jullie mond aan toe gaat. Maar... Oei, is dat veel? Het gemiddelde is het tussen de halve liter en de anderhalve liter. Ja, dat is Oké. Volgende vraag. Ik heb een foto van een whisky meegenomen. Nu, het is een whisky dat gemaakt is van iets speciaals. Van wat denken jullie dat deze whisky gemaakt is? Waarom is het dat? Alcohol. Het eerste wat ik denk is echt wel urine ofzo. Onverwacht lijkt het zo hars of honing of zo. Ja, ik was ook aan honing aan het denken, want dat lijkt er op. Maar het is niet onverwacht, denk ik. Sperma. Nee, ik denk... Nee, echt waar. Wijn is van druiven, dat weet ik. Toch? Ja, dat is sinaasappel. Ik denk honing, dat lijkt ook op honing. Honing? Weet niet. En urine van wie dan? Pakt van een of andere reden, denk ik aan een walvis of zo. Het is de urine van diabetische patiënten. Diabetische patiënten? Ja. Daar zit heel veel suiker in en je hebt die suiker nodig om aan dat hoog alcoholgehalte te komen. Is het iets dat je zou proberen? Niet direct. Wie bedenkt daar ook? Als het zo voorgeschoteld zou worden, misschien zou iets snippen, maar ja, niet direct. Staat er wel voor op. Ja, voilà. Het is ook een familieproject trouwens. De bomma heeft daar een urine ook afgestaan. Die zit er ook in. Ja. Welke kleur heeft een ijsbeer als je hem kaal zou scheren? Roos. Of zwart? Ik denk zwart. Nee, sowieso niet. Dus of je wel roos of wit. Ja, roos. Ja, of bruin. Blauwe paarsig misschien. Het is toch donker, denk ik, of zijn ik een fout hier aan de lucht? Zou dat blauw zijn? Nee, of zwart? Zwart? Nee, ik denk grijs, donkergrijs. Omdat die neus is ook zo. Nee, ik weet dat eigenlijk niet. Zwart. Oei. Of roze. Zwart, inderdaad. Even zwart als het neusje van de ijsbeer eigenlijk. Dat is volledig de kleur dat de ijsberen hebben. En eigenlijk zijn haren zijn doorzichtig zelfs. Ja. Ze zien er wit uit, omdat het licht daarop reflecteert. Ja, maar zwarte huidskleur. Wist je trouwens ook dat een tijger heeft niet alleen een gestreepte vacht heeft, ook een gestreepte huid. Cool, hè? Ja. Goed, allerlaatste vraag. Hoe lang duurt het voor zoogdieren gemiddeld om te kakken? Om te kakken? Ja. Wij zijn ook zoogdieren. Maar bij iedereen is het anders, want mijn broer die doet een uur op het toilet of zo. En ik 5 minuten. Hoe lang duurt dat voor u? Dat ga ik nu niet meedelen, maar... Is een pinguïn een zoogdier? 2 seconden. Nee, minder dan 1 seconde. Heb je dat gezien, hè? Dat vloept eruit.
5 minuten. Geen idee. Als ik mijn gsm heb. Ja, die hebben nu niet gsm mee. Ja, 5 minuten. 5 à 10, zo weten. Ja. Maar ja, toch geen enkel dier kakt minuten lang. 3 à 4 minuten. Ik denk 5 minuten. Een minuutje. Zoiets. Ik zou eerder zeggen 30 seconden of zo. Een minuut? 35 seconden of zo, 40 seconden. Kijk, ik zal een minuut doen. Ja. Het zijn 12 seconden. Huh? Omdat voor een zoogdier dat is een benarde situatie. Die moeten er eigenlijk zo snel mogelijk uit, want dan zijn ze het kwetsbaarst. Dus die doen dat zo snel mogelijk en dan gaan die weer verder. Ja, en weer voort. Wij rekenen het afvegen er ook bij. Natuurlijk. En dat duurt dan echt de volle 5 minuten uit afvegen. Ja, ja. Oké, dat snap ik.